Hoi, welkom bij Monkey Moose School. Ik sta hier naast Lucas. Lucas, stel je eens even voor. Mijn naam is Lucas Stuyver, 39 jaar, van de origine gymleerkracht geweest. Werkzaam geweest in het basisonderwijs als groepsleerkracht. En momenteel eigenaar ontwikkelaar van Monkey Moose School. Wat is Monkey Moose School? Wat proberen jullie bij Monkey Moose School te creëren voor kinderen, voor leerkrachten? We proberen het bewegen in en om school te faciliteren voor scholen. Daarvoor hebben we onze eigen bewegend leren methode ontwikkeld. Een methode die heel laagdrempelig is voor leerkrachten. Die zo in te zetten is, waar geen voorbereidingstijd meer aan vastzit. Leerlingen kunnen de matten pakken, kunnen op de gang werken, kunnen in de klas werken. En daarmee proberen we eigenlijk het bewegen tijdens de lessen te faciliteren voor leerlingen. En heb je alleen matten of is het meer? We hebben momenteel voor tijdens de les hebben we de leermatten. Die aansluiting hebben met de methode. Maar we krijgen ook digibreaks die ze leerkrachten tijdens de les of tussen de lessen kunnen inzetten. Super interessant. Ik hoor je iets zeggen over dingen en zaken die je nog wil ontwikkelen. Is dat dan ook iets waar de crowdfundcampagne voor bedoeld is? Ja, daar willen we precies de crowdfundcampagne voor gebruiken. We willen een integraal product op het gebied van bewegend leren. Dus naast de leermatten die we tijdens de les gebruiken, willen we ook digibreaks voor tussen de lessen door gebruiken. Het hele contentverhaal, het hele verhaal van Monkey Moose zullen we echt in de klas tijdens de lessen op het digibord. Die ook weer heel laagdrempelig zijn, die leerkrachten zo kunnen aanzetten. En waarbij leerlingen eigenlijk tussen de lessen door heel makkelijk kunnen bewegen. Ja, voor die ontwikkelfase hebben we de crowdfundcampagne inderdaad nodig. En op lange termijn willen we ook personeel gaan wegzetten op scholen om dat te faciliteren. Ja, geweldig. En wat maakt dan dat jullie kiezen voor een crowdfundcampagne? Ja, we zoeken natuurlijk meer dan alleen geld. We zoeken personen die geloven in onze missie en in visie. Wij willen heel graag het bewegen in en om school faciliteren. En daarvoor hebben we jouw steun nodig. En wij hopen dat jullie kunnen aansluiten bij de crowdfundcampagne, zodat we het bewegen in en om school echt kunnen faciliteren. Ja, dat klinkt hartstikke mooi natuurlijk. Die crowd warm maken. En zo kunnen mensen laten zien dat ze steunen waar we mee bezig zijn. En waarom nu? Waarom nu die crowdfundcampagne? Waarom nu? We hebben eigenlijk de afgelopen jaren al bewezen dat we een prachtig product in ons assortiment hebben. We liggen op heel veel verschillende scholen inmiddels. We zijn samenwerking aangegaan met verschillende schoolleveranciers. De grootste schoolleveranciers, die hebben het in het assortiment. Maar we willen door. We willen verder. We willen verder met het product. En we willen gaan naar het integrale product. En we willen heel graag naar de digibreaks tussen de lessen door. Die willen we heel graag gaan ontwikkelen. En daarvoor hebben we het geld van de crowdfundcampagne nodig. Ja, Monkey Moose School past echt super mooi in ons ecosysteem van beweegoplossingen. En ik weet zeker dat we echt impact kunnen maken op het leven van een heleboel kinderen als we ze meer in beweging kunnen brengen op school. En de plannen die je deelt zijn volgens mij echt fantastisch. Dus ik heb gehoord dat wat er is gewoon heel goed werkt. Op een hoop scholen wordt weggezet. Dat er distributeurs zijn die het in hun assortiment hebben klaar om het naar heel veel scholen te brengen. En dat het heel belangrijk is dat we naast de fysieke producten ook digitale hulpmiddelen geven aan docenten om door te ontwikkelen. En daar kan jij bij helpen door bij te dragen aan de crowdfundcampagne. Zet je geld in beweging. Meedoen kan al vanaf hele kleine bedragen. En elk bedrag helpt ons naar ons streefdoel om €150.000 op te halen. Dus doe mee aan onze crowdfundcampagne en breng Nederland met ons in beweging. Zodat we in 2030 tenminste 1 miljoen en 1 kinder in beweging kunnen brengen. Dankjewel.